Geachte dames en heren, wij begroeten u hartelijk met een live media commentaar hier voor de gevangenis van Ham, met een ongelooflijk verhaal. Melita, een meisje van 10 jaar, woont met haar ouders bij Mesheden. Ze heeft 7 broertjes en zusjes en zit in het 4e leerjaar van de lagere school in Elschoten-Reizen. De leraar van deze school prijzen Melita geregeld wegens haar opvallend positief gedrag. Toen echter de seksuele voorlichtingslessen in die school werden ingevoerd, verliep Melita de les omdat ze zich bij het thema niet goed voelde. Dat haar gedrag alleen maar bevestigd kan worden, laten de jongste voorvallen uit Borken zien, waar op 27 juni 2013 8 scholieren in het 6e leerjaar in elkaar zakten toen men hen afbeeldingen van geslachtsorganen toonde. Melita werd na een gesprek met de schoolleiding door de directrice en een andere lerares met geweld in de lerarenkamer getrokken en moest daar wegens haar weerstand de rest van het uur blijven zitten. Vanwege het feit dat er op Duitse scholen ondertussen alternatief onderwijs is voor niet-confessionele kinderen en er op veel scholen zelfs islamitisch onderwijs voor moslimscholieren wordt aangeboden om tolerant te zijn, is deze intolerante werkwijze onbegrijpelijk. Des te meer omdat ze door onze wetgevers is vastgesteld. Maar het is nog erger. Het schoolbestuur had dat uur en de lerarenkamer plus nog een ander uur seksuele voorlichting gemeld als spijbeluur. Daardoor kwam de overheidsmolen op gang. Eerst kregen haar ouders een geldboete. Toen ze weigerden die te betalen, volgde een aanklacht voor de rechtbank. Daarna het bezoek van de gerechtsdeurwaarder. En tenslotte doorzetting naar het gerechtshof, waar de ouders zichzelf niet meer mochten verdedigen. Na een laatste betalingsbevel werd Melita's vader, Eugene M., uiteindelijk meegedeeld dat voor hem en zijn vrouw Louise een dag gedwongen gevangenisstraf was verordend en of ze zich alsjeblieft vrijwillig bij de verantwoordelijke van de gevangenis wilde melden. Omdat Eugene M. met zijn onschuld overtuigd was, deed hij dat niet. Daarop werd hij door een ambtenaar van de gevangenis afgevoerd en gevangen genomen. Zijn zwangere vrouw, Louise, heeft hetzelfde oordeel en het blijft nu afwachten hoe de verantwoordelijken op grond van haar zwangerschap verder zullen handelen. En hier staan we nu, geachte dames en heren, wachtend voor de gevangenis, niet om een moordenaar of verkrachter te ontvangen, maar Eugene M., een vader die om het welzijn van zijn kinderen bezorgd is en daarvoor in de gevangenis werd gezet. Helaas spreken we hier niet van een uitzondering, want pas geleden werden meerdere ouders die hun kinderen voor dagelijke lesuren wilden beschermen, gevangen genomen. Reeds in april 2010 berichtte Kop Uitgeverij over meerdere gevallen waarin moeders en vaders wekenlang tot gevangenisstraf werden gedwongen omdat ze hun kinderen niet naar de seksuele voorlichtingsles wilden laten deelnemen. In de massamedia verscheen over deze schrikbarende gevallen zo goed als niets, wat ons des te meer zou moeten aanzetten de bevolking over deze wantoestanden te informeren. Wanneer we niet ophouden om bezorgde ouders als onmondig te bestempelen, maar hun alle beslissingsrecht over hun kinderen afnemen, dan moet het ons niet verbazen dat de geboortecijfers dalen en dat grote families, die de zuilen van gezond land vormen, ons land verlaten. Dat zou in feite onze ondergang zijn. We hopen nu Eugene M. na zijn vrijlating een paar vragen te kunnen stellen. U hebt vandaag hier ook deelgenomen aan de demonstratie. Wat vindt u van het oordeel? Ik vind het dus interessant dat een vader wordt veroordeeld die, zeg ik eens, zijn kind uit het onderricht waar pornografisch materiaal wordt behandeld eruit neemt. Aan de andere kant zijn er wetten die kinderen voor beschermen wanneer ze met pornografisch materiaal in aanraking komen. Dat is strafbaar. En nu beschermt de vader zijn kind daarvan en komt daarvoor in de bak. Dat is onbegrijpelijk. Ik zou dus graag eens willen weten wie zoiets hier doet. Ik zou willen weten wat voor een rechter zo'n oordeel spreekt. Wat is dat voor een rechter? Wat doet hij dan? Wat drijft hem? Omdat er ergens in het systeem klopt iets niet. Daarom sta ik hier.
Ja, ik wil gewoon mijn solidariteit met de ouders tonen, omdat ik weet, ik heb met veel kinderen gesproken, dat de kinderen heel erg onder lijden. Vooral de basisschoolkinderen, onder dit pornografische seksonderricht. Eigenlijk kan men de seksuele voorlichting niet anders noemen. Ik heb ook materiaal gezien, dat is pornoonderricht. En de kinderen lijden en ze kunnen dat niet aan, zodat ze zich op school niet meer in die richting durven te uiten. Ze zijn gedwongen. Een kind heeft me dus gezegd, het is allemaal zo verschrikkelijk. En dat stond op haar gezicht geschreven. En ze zegt, het erge is dat we deze verschrikkelijke dingen uit het hoofd moeten leren. En de kinderen durven door deze druk niets te zeggen. De meeste en velen durven niet eens thuis wat te zeggen. En vroeg of laat merken de ouders, wanneer ze opmerkzaam zijn, dat hun kinderen veranderd zijn. En dan komt het werkelijk soms alleen toevallig aan het licht wat er in de scholen in de seksuele voorlichting gebeurt. Dat is... Een vader heeft eens woordelijk tegen een grootste Keulse krant gezegd, wat hier afloopt is porno-onderricht en we weren ons daartegen. En daarom ben ik hier, omdat ik er volledig achter sta. Het moet ophouden en we zullen protesteren totdat het ophoudt. U bent juist uit de gevangenis ontslagen. Mag ik u een paar vragen stellen? Ja, graag. Hoe ervaart u het nu u weer vrij bent? Dus, in ieder geval vrijer. Het is alleen al een eigenaardig gevoel om voor een zaak waar men eigenlijk nergens aan schuldig is, in hechtenis te worden genomen. En men wordt gewoon van zijn vrijheid beroofd, waar iedereen recht op heeft. En dat is eigenlijk in alle opzichten een van de belangrijkste dingen in het leven van een mens. En daar wordt men gewoon vanwege twee ontbrekende uren van mijn dochter in de seksuele voorlichting in hechtenis genomen. Omdat mijn dochter in dit geval er gewoon niet klaar voor was. Waar had uw dochter de moed vandaan om het onderricht te verlaten? Het was dus voor ons, als gezin, al altijd duidelijk dat deze ontwikkeling die nu op de school aan de gang is, in het hele schoolsysteem met het oog op de seksuele voorlichting, dat niet goed kan gaan. En we konden daar nog nooit vertrouwd mee raken. En daarom stond het voor ons vanaf het begin vast dat onze dochter gewoon naar haar gevoel kan gaan en we hebben haar daartoe ook aangemoedigd standvastig te zijn. Wanneer ze merkt dat het haar er niet goed bij gaat, dat ze zelfs van ons de klas mag verlaten. U hebt nu een nacht in de gevangenis doorgebracht. Is dit offer voor u de moeite waard? In ieder geval. Alleen al dit interview met u en de daaropvolgende publicatie van deze geschiedenis was het waard. En dat moet gewoon bij het volk komen en dat moet openbaar worden, publiek worden, wat er aan de hand is. Daarom was het in elk geval de moeite waard. Wat zou zich naar uw mening moeten veranderen? De leraren, de schoolleiding of hoe ziet u dat? Dus... De leraren die kunnen er meestal weinig aan doen. Het gaat veel eer om het schoolsysteem dat zo doelgericht deze vroeg seksualisering uitvoert en omzet en onze kinderen daarmee een enorm gevaar brengt. U snijdt nu de vroeg seksualisering aan. Hoe groot is dan nu het gevaar voor de vroeg seksualisering? Men zou nu op deze plaats meerdere voorbeelden kunnen aanvoeren. Neem nu gewoon eens het voorbeeld, de 8 kinderen uit Borken, waar ze tijdens de seksuele voorlichting flauw gevallen zijn en 6 van hen naar het ziekenhuis moesten.
En erger nog, het voorbeeld van twee jongens van 13 uit Zwitserland, waarvan één een 5-jarig meisje verkrachtte en de tweede haar 7-jarige broer vasthield en dwong er naar te kijken. Wat beweegt deze kinderen zoiets te doen? De kinderen worden vandaag via gsm en via niet gecontroleerde toegang tot het internet met keiharde pornografie geconfronteerd. En ook aan de andere kant via de scholen. Via deze vroege seksualisering worden ze immers regelrecht van binnenuit kapot gemaakt. De psyche van het kind wordt verstoord en die gaat daaraan kapot. Wat gaat uw ouders aan die zich nu in een dergelijke situatie als u bevinden? Dus ik raad in ieder geval aan, kijkt u niet de andere kant op. Maakt u dit probleem tot uw probleem. Zorg u ervoor dat deze geschiedenis of dit voorval, bijvoorbeeld ook andere voorvallen, of wat er eigenlijk in dit opzicht gebeurt, dat het publiek wordt en dat de bekenden het vernemen en die bekenden vertellen dat hun bekenden. Ik zie het zo, dat is onze enige en sterkste mogelijkheid deze maatschappelijke misstand openbaar te maken en het volk bekend te maken. Ik wil op deze plaats ook nog in naam van mijn kinderen bedanken voor ieder die zich hier nu voor deze zaak inzet en actief wordt op dit gebied. Hartelijk dank. Ja, hartelijk dank. Wij bedanken u voor het interview. Stop den Sexunterricht vor an Grundschule. Stop den Sexunterricht vor an Grundschule. Sexualisierungszwang is Diskriminierung der Eltern. Geachte kijkers, heeft dit mediacommentaar u getroffen? Bent u ontdaan over zoveel ongerechtigheid en verdoezeling door de massamedia? Laat dan niet toe dat dit thema verder onder het tapijt wordt geveegd en maak het tot uw zaak om velen te informeren. Uitvoerige informatie die zich grondig met deze materie bezighoudt, vindt u op www.klaagmuur.tv. We danken u voor uw aandacht en wensen u verder nog een goede avond.